Dat werd vooral straks voordelen voor optie nummer 4, waar je dat samen de halve finale. En we zijn weer opgetrokken met de laatste kwartfinale. Jano Chabon als eerste gebrekstuk. Dat komt Mikkel Cervini, de achterkant van 63, Koen Adema en Sabi van der Wetering. En dan lijkt nu Koen Adema aan het langste eind te trekken. Die komt wel een klein beetje gedrukt naar de binnenkant, maar de komt eruit aan de buitenkant voor Sabi van der Wetering, maar dat ook daar niet.